Dag meneer Corsari. Paul Janders. Ik ben Bart Peters. Begrijp ik niet goed. Men heeft me gisteren gebeld dat men zou komen filmen. Ja. Janders doet voor het ogenblik een reeks 10 jaar later. Ik zei, ja, die komt dan voor mij, dat zal zijn, Corsari, 50 jaar later. Hè? Maar... Precies, maar ik doe de 50 jaar later, juf. Verstopt die bloemen? Nee, ik heb bloemen meegebracht. Het is voor u, alsjeblieft. Mag ik dat mevrouw geven? Natuurlijk. Roses. Fantastisch. Komt u binnen? Zeer graag. Nee. Ik kom eigenlijk langs vanwege het feest 50 jaar televisie. De VRT, weet u wel? De VRT, wacht eens. Is dat niet die maatschappij die begonnen is over 50 jaar in het Flagey-gebouw? In die kleine studio? Ja, in dat zaaltje van 4 meter op 10. Daar was u, hè? Hebt u daar nog? Daar was ik bij. En dat bestaat nog altijd, dat team. En het volgende programma, dames en heren. Het volgende programma wordt u aangeboden door het NITBVDVVBID. Wat is nu het NITBVDVVBID, het Nationaal Instituut ter Bevordering voor het Verbruik van Bier in Dozen? U bent een mythologische figuur. Misschien de enige die nog leeft, hè? Nee, maar ik begin mijn eigen beu te worden. Hoe bedoelt u dat? Ik ben van zo dikwijls niet op de televisie, dus ik ben nu veel meer op televisie dan in de tijd dat ik eigenlijk televisie deed. Vanavond ben ik er weer op. De vorige week was ik er Het doet wel plezier, want er zijn sommige zaken die je helemaal vergeten bent. Hier zitten in de zaal. Goedenavond, alle kijkers. Toen u bijvoorbeeld in die vogelkooi. Ja. De mensen aanzong vanuit een vogelkooi. Ja. Waren dat dingen waar u lang over nadacht? Of? Nee, die stonden in het decor. Mm-hmm. Ik moest dat wel gebruiken. En je moest daar zeer voorzichtig, je ziet me trouwens zeer voorzichtig daaruit stappen. Precies. Want moest ik te vlug uitgestapt zijn, zou die vogelkoos terug naar boven gevlogen zijn. Misschien maar 1,5 meter, maar als je daar zo wankt voor de mensen in live, dat is niet plezierig. Goedenavond alle mensen die nog houden van plezier. Want... U bent een melodist, u kan melodietjes verzinnen, dus... Ja, dat wel. En af en toe heb ik nog zo'n ideetje. Ik was aan het wandelen en plotseling denk ik aan zo'n stom ideetje. Hoe ik zou toch nog zo graag, en als dat kon zelfs nog vandaag, met mijn liefste vrouw eens flink willen bedriegen. Met zo'n hele smalle pop met niks te gaan en ik erop. Ik zou nog eens lekkertjes in vliegen. Een uur of twee was ik al meer dan tevreden. Je moet van zo'n kind niet te veel verlangen. Want na een uur of twee dan zeggen ze, oh jee, ik zal al mijn implantaten moeten vervangen. Dat heeft u recent, dat is een recente Tony Corsari-song. Gisteren terwijl ik boodschappen deed, want je hebt één zin en de tweede die komt dan... En hoe is de melodie? Ik heb nog geen melodie. Nee. Want u hebt, en dat had ik meteen gemerkt, maar hetzelfde orgeltje als Hugo Matthijssen. Fantastisch. Ik reisde door uit vele streken, steeds met ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om erg veel wijsheid te vergaren, studeerde ik 20 jaren, 18 uur per dag. Ik dacht dat ik van alles wist, maar hoe verschrikkelijk had ik mij vergist. Want op een keer vroeg mij een heer, nou excuseer dat ik je niet meer had gaan. Een antwoord op mijn vraag. Waarom? Zijn de blaadjes, kom waarom, zeg mij waarom. Is dit feit nu uit te leggen, omdat vele mensen zeggen dat in vruchtjes op de pit gewoonlijk er geen beetje zit. Wat, why, a little banana so shy, bubble you be boo bay, Francis bay, oh you ba ba boo bay, bay bay bay, nice bay bay, ba 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 ba, ba 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 ba, ba ba banana. Kisas. Kisas van de banana's, kisas, kisas, kisas. Io te quiero, mia madre, una cuerpo, mia padre. Io avevo il cuore, anda, caffiore. Why? A little banana so dry. Why, please tell me why. Oh, you hardly could believe me, but Sting is going to grieve me. Mr. Churchill says it's true, the banana's are good for you. Waarom? Zijn die bananen krom, waarom? Ach, wat verdoem. Om den Griechen te vergessen, müssen vier bananen fressen. Waarom? Daarom, atjoem. Ik wil die kruis geven. Oh, je eindelijk begint van buiten.